Bij een plofkraak in de Nijmeegse wijk Malvert is vrijdagochtend een enorme ravage aangericht. Bij de plofkraak werd een pinautomaat uit de muur geblazen. De kraak vond net na 4 uur 's ochtends plaats. De schade aan het pand is enorm. Een deel van de muur is verwoest en de resten van de muur werden tot ver in de omgeving van de pinautomaat gevonden. Wat de buit is van de plofkraak is vooralsnog onbekend. De politie doet onderzoek.